Een aantal bewoners van de Sint-Catharinastraat in Eindhoven kregen donderdagochtend de schrik van hun leven toen ze hun auto totaal los aantroffen in de straat. Een tot nu toe onbekende vrachtwagen reed rond 6:30 vanuit de Anna van Egmondstraat de Sint-Catharinastraat in en ramde daarbij eerst een aantal paaltjes en een verkeersbord, waarna hij 7 auto's die aan de rechterkant geparkeerd stonden zwaar beschadigde. Na de aanrijding reed de vrachtwagen door. De bewoners vrezen dat de dader niet snel zou worden gepakt. Ik dacht nog van, het is helemaal de dag niet om het vuilnis op te halen. Verganswinkel is wel erg vroeg. Maar zo'n geluid was het, alsof er een vuilnisophaalwagen veel te hard door de straat denderde. Heeft u het kunnen zien? Nee, want ik sliep en ik heb omgedraaid en gedacht van, wat zou er aan de hand kunnen zijn? En even later ben ik uit het raam gaan kijken, omdat ik mensen allemaal hoorde praten. En toen heb ik meteen een broek aangetrokken en ben gaan kijken en ben me kapot geschrokken. Er is één getuige geweest die op weg was naar zijn werk. Die heeft gezien dat het een vrachtwagen was. En die heeft de helft van het kenteken genoteerd. En daaruit heeft de politie kunnen afleiden dat het een hele oude auto is. Maar verder is nog niks bekend. De politie heeft heel weinig hoop dat ze de bestuurder kunnen achterhalen. Het kenteken van de wagen van de dader begint vermoedelijk met BP54... De politie is op zoek naar getuigen of mensen die weten wie en of waar de daders zijn. Zij kunnen bellen met de politie in Eindhoven via 0900 8844.